Is het een tv? Nee, is het een smart tv? Ja, misschien. Is het een monitor? Dat sowieso. Dit is de Samsung Smart Monitor M25 inch monitor met Samsung dekselondersteuning. Dat betekent dat je je Samsung smartphone of hoe hij werkt eigenlijk ook gewoon eraan kunt koppelen en dan heb je volledige desktopomgeving. Windows 10 compatible, uiteraard. Maar het toffe is dus dat Samsung Smart Hub zit erin. Dat betekent dus dat je het Smart TV platform van Samsung in je monitor krijgt. Waardoor je hem eigenlijk veel beter kunt gebruiken. Dus als je geen tv-aanbieder hebt, maar wel heel veel streaming kijkt. En je wil je computer er niet voor aanzetten. Zou dit ideaal moeten zijn. Tijd om dit machientje te unboxen. Hop, zakje. Ja, super nieuwsgierig. Ik moet zeggen, het is jaren geleden dat ik een Samsung Smart TV überhaupt van dichtbij heb gezien. Maar Samsung doet best wel veel op dat gebied. Eigenlijk is dat best wel tof. Dus eigenlijk is dit dus gewoon een monitor met een computer. Daar komt het eigenlijk op neer. Net als dat je tv tegenwoordig een monitor met een computer erin is. Maar met ook nog een tuner. Je krijgt keurig van Samsung kabels en een afstandsbediening, want ja, het is natuurlijk meer dan een monitor. Documentatie zit er ook bij. Even kijken. Quality checked in de fabriek, dus dat is mooi. Zo ziet hij eruit. Niet al te ingewikkeld, een beetje arch design. Daar heb je batterijtjes voor nodig? Nou, die zit er ook in, dus daar ga ik zo meteen even regelen. Documentatie en zelfs een CD-rommetje. Nou, daar kom ik bijna geen enkele monitorfabrikant volgens mij meer tegen. Een keurige stekker, maar ook echt, ja, ik moet wel zeggen, iedereen knalt die modulaire stekkers erbij tegenwoordig. Deze van Samsung is echt gewoon echt mooi ontworpen. Dit is echt gewoon een eye-opener voor me. Deze kabel, dit ziet er mooi uit. Dat zou ik ook graag meer willen zien bij fabrikanten. Gewoon een mooie stekker, waarom niet? Wat is daar zo moeilijk aan? En dan hebben we hier natuurlijk Samsung's eigen HDMI-kabels. Tenminste, Premium High Speed HEC. Dus daar staat geen Samsung-logootje op, maar wat maakt het uit. HDMI-kabeltje er ook bij, keurig afgedopt, zodat er geen vuil in komt. Hop, weg ermee. Stickertjes voor als je besluit meteen weer in de winkeletalage te zetten. Dan hebben we hier een stuk van de voet, gok ik. Met schroefjes, niet onbelangrijk. Je moet er zoiets mee. Dan hebben we hier volgens mij nog een stuk van de voet. Kijk eens. Sample use only. Deze zal zo moeten. Dit is wel echt een dun voetje, maar dat is eigenlijk stiekem ook wel weer heel erg mooi. Daar heb ik kruiskopschroevendraaitje voor nodig. Die zit er niet bij. Die moet je zelf even regelen. Zou die een beetje stevig genoeg zijn? Wow. Dat durf ik wel te gokken. We hebben hier de M5 Smart Monitor van 27 inch. Nou, hij is aan twee kanten open, dat is mooi. Kijk eens, wat een beauty. Heel veel plastic om er vanaf te pielen. Dat maakt niet uit. Oep. Had ik dus nog niet vastgeschroefd. En we zien twee USB-aansluitingen. Mogelijk kun je dus media vanaf een USB-stick of een externe harddrive afspelen. Kensington slotje. We zien vier VESA-schroeven. En even kijken. Twee HDMI-aansluitingen, waarvan eentje met ARC-ondersteuning. Dus dat is wel tof. Kun je je soundbakken er ook onder kwijt. En voor de rest, ja, eigenlijk geen aansluiting behalve power. Meer heb je natuurlijk ook niet echt nodig. Deze is een beetje gammel. Had ik maar een schroevendraaier mee moeten nemen. Maar, het ziet er wel heel fraai uit. Ja, mooi schermpje. We gaan hem even koppelen. We hebben ook net de Galaxy S21 bij ons, dus de DeX-ondersteuning kunnen we ook meteen goed erin checken.
Ik ben super nieuwsgierig. Blijf hangen, ga ik je zo nog meer over vertellen. Je ziet hier de achterkant van de Samsung M5 Smart Monitor. We kunnen hem op een VESA mount plaatsen, dat is geen enkel probleem. Hieronder zien we de standaard voet. Die heeft een heel klein beetje aandacht voor cable management, zoals je ziet. Dit beugeltje, het is meer een rubbertje, het is eigenlijk best wel slim bedacht. Maar die hadden we natuurlijk liever hieronder gezien. Tenminste, we hadden er liever twee gezien, zodat je inderdaad kabels gewoon netjes weg kunt werken. Qua aansluiting hebben we voor de rest niet heel veel te klagen. In die zin dat we hebben twee HDMI-aansluitingen, waarvan eentje ARC, oftewel ARC. Dat betekent dat je daar een mooie soundbar bijvoorbeeld aan kunt hangen. En dan hebben we hier nog twee USB-aansluitingen voor storage devices. Dan kun je bijvoorbeeld je video's of fotootjes direct afdraaien. En we hebben hier een Kensington lock. En dat betekent dat je je monitor ook nog handig op slot kan zetten als je op een moment voor diefstal. Daar is dus op zich heel goed over nagedacht. Deze monitor tijdens het instellen brengt echt al van die glorious music naar voren. Dat je echt denkt, ik heb een top aankoop gedaan. Ik heb net wifi ingesteld en nu ga ik met plezier akkoord met de privacy kennisgeving van op interesse gebaseerde reclameservice. Say what? Oké, dit smart TV platform komt dus kennelijk ook met reclame? Ik dacht dat ik het ding gewoon helemaal gekocht had. Ai, dit is wel heel erg jammer in 2021. Laten we hopen dat de rest een stuk toffer is. En als we zeggen dat we niet akkoord gaan, dan krijgen we ook echt... Wilt u de installatie van Smart Hub overslaan? U kunt apps en andere Smart Hub services dan niet gebruiken. Met andere woorden, de primary USP van deze monitor krijg ik alleen maar op het moment dat ik akkoord ga met dat Samsung mij mag targeten voor advertenties. Hè, kak. Natuurlijk maak je ook nog even een Samsung account aan. Dat maakt die monitor een heel stuk smarter. Bovendien is dat wat je ook echt nodig hebt om apps te kunnen downloaden, de monitor automatisch in te stellen en verbinding te maken met SmartThings. Dit is echt wel een feature waar ik naar uitkijk. TabView. Je kunt met je smartphone tegen de rand van deze monitor aanduwen of tikken. En dan gaat de content naar de monitor toe. Grappig is wel dat Samsung ook meteen het nadeel ervan erkent. En dat is dat je dus wel even een hoesje moet voorkomen, omdat je anders mogelijk schade aan je toestel krijgt. En dat is natuurlijk net eventjes jammer. Bovendien is het heel belangrijk om te weten, het werkt alleen maar met een Samsung smartphone. Dus als je een andere smartphone hebt, dan is dit een USB die je op deze monitor niet kunt gebruiken. Inmiddels heb ik een weekje mogen werken met deze Samsung Smart Monitor M5. En ik moet zeggen, wat een onwijs grappig ding. Echt serieus. Ik bedoel, het is een tv zonder tuner. Dat is zeg maar als een Porsche op een elektromotor. Je weet, het is hartstikke vernieuwend. Je mist het geluid, maar je weet wel gewoon die toekomst die zit erin. Nou, dat is bij deze machine ook, want we gaan steeds meer naar de cloud toe. En dat betekent ook dat we steeds meer apps gewoon kunnen draaien vanuit de cloud. Dat we niet zo heel veel rekenkracht meer nodig hebben. En dat zie je eigenlijk ook een beetje terug in deze monitor, want we kunnen ontzettend veel hierop. Wat je hier namelijk ziet bijvoorbeeld, is Samsung DeX. En dat is geen onderdeel van de monitor, dat is onderdeel van deze telefoon, de Samsung Galaxy S21. Let wel, deze monitor is echt gemaakt voor mensen die Samsung smartphones hebben. Heb je geen Samsung smartphone, kun je heel veel dingen eigenlijk niet met het ding. Maar heb je wel een Samsung smartphone, dan ga je heel gelukkig worden. Want dit is dus DeX, helemaal draadloos, geen USB-C kabeltje meer nodig. Ik kan de muis bedienen vanaf deze smartphone. Ik kan ook met Tap to Watch kan ik content er naartoe doen. Dat is gewoon een kwestie van erop tikken en de content vliegt naar die monitor toe. Wederom een feature echt alleen maar voor Samsung telefoons. Maar dit is dus gewoon tof, want met Samsung DeX je kunt een keyboard en een muis koppelen. En dan heb je een complete desktop omgeving. En als je dan je Microsoft apps bijvoorbeeld in de cloud hebt zitten, omdat je een Office 365 abonnementje gebruikt, of je gebruikt G Suite bij Google, dan kun je dat dus vanaf deze monitor kun je dat gewoon laden. En dan heb je dus geen laptop meer nodig, of wat dan ook. Je kunt gewoon direct op je monitor lekker je werkstukken maken, je vergaderverslagen, whatever. Het kan allemaal gewoon direct op je smart monitor M5. Dat is echt super tof. En om te bewijzen dat het dus echt gewoon draadloze DeX is, ja weet je, dit is dus de HDMI-kabel, die andere HDMI-kabel, de ARC-kabel, die heb je nodig voor een soundbarretje die we hier onder het bureau hebben staan. Want we willen wel goed geluid tijdens het Netflixen. Oh ja, dat doet me trouwens denken. Netflix en Amazon Prime hebben dus allebei een eigen knop op die afstandsbediening gekregen. Disney Plus niet. Dat vind ik dan wel weer heel erg jammer. Misschien zou er een soort van
blanco knopje bij moeten, wat je gewoon zelf kunt definiëren. Of dat je kunt verwisselen. Dat zou tof zijn. Nou, niet te doen natuurlijk. Maar het zou wel heel erg tof zijn. Maar ik denk dat deze twee jongens gewoon Samsung hebben betaald. Of andersom. Nou, die hebben Samsung betaald, denk ik. Hoe dan ook. Je kunt dus met het Tizen OS kun je ontzettend veel al op multimedia gebied met die afstandsbediening. En die draadloze DeX die voegt dus echt ook productiviteit toe. Dat is super tof. Eigenlijk is er in deze situatie één ding wel dat ik heel erg mis. En dat is de mogelijkheid om deze smartphone van stroom te voorzien vanuit de monitor. En dat is namelijk een feature die alleen voor de grotere M7 is bewaard. En dat snap ik niet, want op deze M5 wil je ook gewoon je toestel kunnen laden. En dan snap ik dat dat betekent dat er een wat zwaardere bad erachter moet. En dat zal misschien 2-3 euro meer kosten. Maar het zou wel heel erg nice zijn geweest als de M5 ook gewoon je toestel kan opladen. Sterker nog, de M7 die gaat tot 65 watt. Dat is genoeg voor je MacBook Pro. Dat is genoeg voor je Huawei MateBook. Dat maakt allemaal niet uit. En voor je hele dikke iPad en smartphone. Maakt allemaal niet uit. Kan allemaal perfect opladen. Deze niet. Moet je gewoon zelf nog even een ladertje in het stopcontact steken. En die zit tegenwoordig niet meer bij het toestel. Dus mag je naar Samsung om een extra ladertje te kopen. Net even jammer, was een mooi stukje service geweest. Voor de rest, het display zelf is echt prima om tv op te kijken. Dus voor de studentenkamer is dit echt ideaal. Ik bedoel, het is gewoon een smart tv en een werkdingetje in één. En laten we wel zijn, als je niet afhankelijk bent van kabel tv of satelliet tv of whatever. Maar gewoon alleen maar aan het streamen bent, is dit echt bam, geweldig. Echt tof. Hebben we verder nog iets te melden? Nou ja, eigenlijk alleen ja, de lichtopbrengst van de monitor, die had het voor mij nog iets hoger gemogen. We zitten hier in een gemiddeld lichte ruimte en je ziet wel dat, jij ziet het nog best wel goed op de monitor. Ik zie vanaf de zijkant echt helemaal niks op die monitor. Echt helemaal niks. En als ik er van voor op kijk, zie ik wel veel, maar om nou te zeggen, ik ga echt lekker even op Netflix een toffe film of serie kijken. Als het heel erg licht is, ja, dan vind ik dat ook wel even jammer. Het geluid daarentegen is wel echt weer tof op deze monitor. Dus echt heel goed gedaan door Samsung. Dus we hebben heel veel complimenten. We hebben een paar kleine dingetjes. En misschien moet Samsung gewoon een versie maken die 200 euro duurder is. Maar gewoon echt een heel goed display heeft. Zou ik echt persoonlijk heel erg tof vinden. Hoe dan ook. Het is dus absoluut een monitor waar ik heel erg happy van word. Waar ik heel blij van word. Want dit is echt een heel mooi stukje ja, flexibiliteit voor op je bureau. Wil je weten wat mijn eindscore is, wat mijn conclusie is? Check dan even de link in de comments onderaan de video. Die brengt je naar gadgetgear.nl. Daar vind je deze review ook. En daar ga ik je alles vertellen. Wat ik nog niet in deze video heb verteld over deze monitor. En vertel ik jou wat ik ervan vind. Maar ik denk dat dat zich wel laat raden.